hebben net de meeting gehad en de clip wordt serieus echt fucking dik, jongens. Witte schoenen erbij. Dikke outfit zo, hoor. Hey, ik heb een nieuwe match op een... Nee. Niet Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog, dames en heren, jongens en meisjes. Het is nog vroeg, want kijk eens eventjes, jongens, de mist die hangt nog over de weilandjes. Kijk eens eventjes. Maar volgens mij komt vandaag het zonnetje door, jongens. Ik ben vroeg mijn bed uit vandaag, want ik heb straks een afspraak met Gerard en de clipmaker die mijn clip gaat maken. En dan gaan we even alles bespreken, kijken wat we nog nodig hebben, kijken hoe we het willen gaan doen. Dus daar heb ik hartstikke veel zin in. Maar ik ga nu eerst eventjes wat water drinken en een lekker koffietje pakken. En een kwarkje. Die box die we gisteren hebben opgehangen, die ziet er zo goed uit. Alleen het enige is dat we daar twee keer hebben fout hebben geboord. Er zitten twee nu van die witte plekken erachter. Dus dat is niet helemaal top, maar goed, ja. Hè? Dat is voor mij ook de eerste keer. Maar die hangt wel echt goed ook. Daar hebben we bijna niks fout gedaan, nee. Nou, ik ga ook even een muziekje opzetten weer. Zo jongens, ik zit weer in de auto en we hebben net een meeting gehad. En de clip wordt serieus echt fucking dik, jongens. Het wordt echt hard. Dit wordt ook mijn eerste clip waar dan zeg maar echt een goede verhaallijn in zit. En dat het echt gewoon vet soort van cinematic gefilmd is en zo. Dus ja jongens, dat wordt wat. En dat gaan we zondag opnemen. Dus daar ben ik de laatste tijd echt een beetje druk mee. Dingen regelen en zo, maar ik vind het super leuk. En Niek die gaat ook helpen. Niek die gaat het helpen regisseren. Dan wordt het sowieso een top videoclip, jongens. Dus ja jongens, ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Ik ga nu eventjes richting de Dam. Want ik heb bij de Lacoste winkel afgesproken. Want in één scène in de videoclip gaan we is een soort van golf scène. Dus we vonden het wel leuk om zeg maar, een soort van golfpakje aan te doen. Een beetje netjes, zeg maar, een beetje golfie-achtig. Dus ik ga even richting de Dam en dan ga ik even een lekkere kakker golf outfit uitzoeken. Dus let's go jongens en het zonnetje schijnt en dan weten jullie, dan ben ik vrolijk. De Dam met het zonnetje erop jongens, ziet er altijd mooi uit. Kijk nou eens even. Ik blijf dat altijd zo lekker vinden jongens. Lekker door Amsterdam lopen al helemaal met een zonnetje hier op de Dam. Dat is toch leuk joh, kijk naar gezelligheid. Oké jongens, ik heb nu hier een outfit aan. Even kijken, zo zie je het misschien beter. Het is dus een witte polo. En wel echt een vette broek ook. Witte schoenen erbij. Een dikke outfit zo hoor. Kijk jongens, ik heb er nu ook nog een jasje bij bovenop. Dit is wel echt top hoor. Hey. Wat een outfitje zo. Hey. Niet normaal. Niet normaal. Yo, clip heb ik natuurlijk ook nog een Rolex nodig. Dus die ga ik nu ook even halen. Grapje. Het is vandaag 14 februari jongens. En dat betekent dat het vandaag Valentijnsdag is. Dus, wat ga ik doen? Ik ga straks richting Ella sowieso. Maar ik moet nu eerst naar huis om te editen. Maar ik ga dan straks richting Ella. Dus ik ga straks even een bosje bloemen kopen ergens. En we gaan vanavond gezellig uit eten met z'n tweeën. Waar we ongeveer een jaar... Ja, waar we vorig jaar, toen we nog geen relatie hadden, ook gingen eten. En dat is in Haarlem bij Toussour. En daar heb je echt fucking lekker eten. Dus het wordt nog een leuke dag, jongens. Niek die komt ook zo naar mij. Want ik moest voor hem nog een thumbnail maken. En ik moet ook editen, hij ook. Dus hij komt gezellig bij mij editen. En ik heb de outfit, jongens. En dat is ook helemaal top. Ik heb zoveel zin om die videoclip te gaan opnemen, jongens. Ook als je dan... Zeg maar, het komt steeds dichterbij. Ook gewoon met het uitbrengen. En ja, gewoon, ik heb er zoveel zin in. En over het nummer gesproken, wil jij nou de eerste zijn die het nummer kan luisteren? Dan moet je eventjes naar de link hier in mijn beschrijving gaan en het nummer pre-saven. Want dan ben jij de eerste die hem gewoon kan luisteren. En dat wil je. Dus ga dat even doen. Link in bio. Ik zit gewoon nu lekker in mijn auto, ook in mijn raampje open. En het is gewoon warm. Het is gewoon echt warm. Lekker zeg. Wat een dag. What a day to be alive. Ik ben weer aangekomen in het oh zo mooie zonnige huis hier. Maar ik ga gelijk weer in mijn donkere hok. Want ik ga editen. Dus let's go. Het is tijd om richting Haarlem te gaan naar Ella. En eerst ga ik even langs Niek. Maar jongens, kijk even mijn smooth papi outfit. Polootje aan. Jasje aan. Mooie schoentjes. Zo kunnen we wel voor de dag komen. Goed. Ik ga de auto in. Ella die heeft een keer deze polo gewassen. Dus hij zit nu een beetje strak om mijn arm heen. Oh, ik ben echt een fout mannetje eigenlijk nu. Met zo'n polootje aan. En maar gozer, ik ga gewoon lekker uit eten met mijn vriendin, ouwe. Ik ga lekker sushi eten, we gaan lekker vlees eten, ouwe. Het wordt super lekker. Ja, ik moet daar echt mee stoppen, jongens. Ik krijg echt de kriebels van mezelf als ik dat doe. Ik zit tegenwoordig elke dag in die vlog van jou, hè? Ja, omdat wij elkaar elke dag spreken. Ja, maar we hebben ook meerdere businesses samen. Dus we moeten ook, los van dat we ook elkaar aardig vinden, moeten we ook gewoon gewerkt worden. We moeten ook gewoon, ja. Kut, sorry, ik was er weer in. Godsamme. Nou, ik moet even een thumbnail maken voor Niek. En dan ga ik daarna richting Ella. Hey, ik heb een nieuwe match op een...
Oké, nou, wij gaan even een thumbnail maken. Mijn pa, die is al weg. Kijk jongens, het is alweer helemaal donker, dus we hebben het kantoor voor onszelf. Maar we hebben nog eventjes, ik heb de thumbnail van Nick gemaakt en we hebben nog eventjes gewerkt aan ons opkomend event. Heren. Wellicht. Een opkomend event. We zijn hard aan het werken. We zijn hard aan het werk. Maar daar ga ik jullie nog meer over vertellen. En trouwens, toen ik net aan jullie vroeg, hè, dat je kon pre-saven en dat je dat even moest doen. Ik weet dat je het nog niet hebt gedaan. Toch? Nee, je hebt het nog niet gedaan. Dus ga even naar de link in mijn bio en pre-save wat is er gebeurd. Want dan ben jij de eerste die hem kan luisteren. Sukkeltjes! Ga rijden! Sukkel! Zo, Niek en Ruben die gaan naar ons ouderlijk huis. Ik vind dat raar om te zeggen, ouderlijk huis. Maar die gaan bij mijn ouders thuis eten gezellig. Dus ja, die hebben natuurlijk... trouwens, ik wil net zeggen, ja, die hebben natuurlijk allebei geen Valentijn. Maar dat is bullshit, want Ruben die heeft natuurlijk met Amber. Maar ik weet, volgens mij hebben die vanmiddag geluncht. Alleen Niek is natuurlijk single, jongens. Dus, ja. Oh, zal ik een dateshow organiseren voor Niek? Stop. Zal ik een dateshow gaan organiseren voor Niek? Jongens, zouden jullie dat leuk vinden? Want dan ga ik dat doen. Dan ga ik dus aan jullie allemaal vragen dat jullie je kunnen opgeven. Als je wel boven de 18 bent natuurlijk. En dan kun je met Niek op date. Is wel leuk. Nou goed, ik ga erover nadenken. Maar laat maar even de reacties weten. Is dat een leuk idee? Een dateshow om een vriendin te zoeken voor Niek. Zo jongens, wij lopen lekker in de stad. En wij gaan gezellig uit eten met z'n tweeën. En we hebben dezelfde jassen aan, ongeveer. We zijn echt een koppeltje. Kijk dan, ze hebben hier allemaal leuk van die ballonnen buiten gehangen. Nou jongens, daar zitten we. Maar dat is ook een zanger. Hè? Nee, hij zei ik ben een hele aap. Oh. Staat een beetje hard. Maar het kan niet uit, ik zeg niet iets. Nee? Kijk eens even wat lekker. We zien het niet goed jongens, maar daarachter is iemand aan het zingen. Leuk hè? Lekker live zangetje erbij, gitaartje erbij. Helemaal leuk. Oh. Dat is een hazelnoot. Niet zeggen. Ga jij zo'n influencerfoto maken? Nee jongens, ik doe het zelf ook. Kijk jongens, even een lekker stukje vlees. Frietjes met... Nee, mag wel. Doe maar. Het ziet er lekker uit. Nou, dat was heerlijk. Weet je, we hebben vorig jaar, dat zei ik ook al, hebben we ook al bij Toujour gegeten. Laten we nu vanaf nu elk jaar met Valentijnsdag bij Toujour gaan eten. Elk jaar. Kijk jongens, de koning. Hier ging ik dus vroeger altijd heen. Naar de koning? Ja. Dat is echt jouw place to be. Nee jongens, hier ging ik echt bijna nooit heen. Maar zeg maar, ik ben natuurlijk... Ik ging hier nooit heen. Ik ben hier vier keer geweest. Het enige wat ik van jou hoor, vroeger toen ik in de koning was. Nee, helemaal niet. Ik ben denk ik serieus 5 of 4 keer in de koning geweest. Maar dat was wel echt zeg maar de plek hier in Haarlem. Ging je wel altijd naar de baai, niet? Nee, ik ging hier nooit uit bijna. Want toen ik 18 werd ging ik al heel snel gewoon naar Amsterdam. Ging daar gewoon leuk uitgaan en zo. Maar al mijn vrienden gingen vroeger naar de koning. Dat was zeg maar echt de place to be hier. Lekker zo hier aan de gracht. Haarlem blijft wel echt een mooie stadje, jongens. Tell me how many more things will pop. Ja, is echt niet leuk, jongens. We staan nu op de parkeerplaats bij de McDonald's, want we hebben even samen een ijsje gehaald. Maar dat is gewoon niet leuk. Wat van die hangjongeren die dan een ruzie aan het maken zijn. Jongens, kappen! Hey! Ophouden! Hey, is het... Oh! Wow! Dit is echt een gekke UFC fight, dit gewoon. What the fuck? Is het niet zo dat... Hallo? Kijk wat hij doet! Ze maken elkaar dood. Ja, dat wil ik net zeggen. Is het niet zo dat mannetjes één elkaar moeten doodmaken en wie wint mag het vrouwtje hebben? Nou, ik weet het niet, maar ik vind dit wel een beetje heftig. Heb je überhaupt ooit ruzie in de ene gezien? Ja, mijn ouders. Nou zeg. Zal ik ze uit elkaar halen? Nee, ik ga het opzoeken. Nee, maar ik wil ze uit elkaar halen. Straks maken ze elkaar echt dood. Kijk dan. Ik heb dit echt nog nooit gezien. Ik heb Ella thuis afgezet en ik ben nu weer lekker thuis. Och, ik ga lekker mijn bedje in, jongens. Ik ben helemaal kapot. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie morgen gewoon weer om 6 uur terug. Dus tot morgen!